Vanaf 15 november geldt er een parkeerproef in uw gedeelte van de straat. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? Ja, de ervaring is op dit moment dat we vinden dat het een onrustig gevoel geeft voor de mensen. Ze rijden ook nog van links en rechts. Het is niet eenrichtingsweg geworden, maar dat is nog niet helemaal duidelijk voor de mensen. Behalve fietsers die heen en weer rijden, hebben wij ook auto's die van twee kanten erin rijden. Men weet bij God niet wat de rijrichting is. De proef die ingegaan is, ja, daar vinden we van dat de parkeerplaatsen die dan beschikbaar zouden komen voor de klanten, ja, die worden nu ingevuld door bewoners uit de buurt die een langdurige parkeerplaats hebben. Nou, hier op dit stuk van de straat heeft het ook gezegd. We hebben net een terras hiernaast gekregen. Dat zit normaal gesproken een zomerdag vol met eters, spelende kinderen. Ik bedoel, dan wil je daar geen verkeer hebben. Hoe zou voor u de ideale situatie zijn, los van de proef? Ideale situatie is gewoon de proef weer stoppen en door verkeer doorrijden, gewoon weer einde oefening. Dat geeft voor ons geen meerwaarde. We hebben de publiciteit al gezocht, we hebben de krant al gezocht. Ideale situatie is gewoon de proef weer stoppen en door verkeer doorrijden, gewoon weer einde oefening. Maar we willen wel graag een keer in gesprek met de wethouder om de voorwaarden van de proef ook te bepalen. Dat we kunnen zeggen van, nou, wat zijn de regeltjes? Wanneer vinden jullie het geslaagd? Wanneer vinden de ondernemers en de bewoners het geslaagd? Dat is toch wel heel erg belangrijk, dat we dat op korte termijn geregeld hebben. Ik weet dat we de auto's hebben toegelaten in de Grote Straat Noord. Dat hebben we bewust gedaan, vanwege het feit dat we een koersdocument hebben opgesteld. Waarin we hebben gezegd, we gaan het kernwinkelgebied gaan we kleiner maken. Dus de Grote Straat Noord hoort niet meer tot het kernwinkelgebied. En om daar dus een andere functie in te krijgen, hebben we gezegd, van daar laten we weer het verkeer in toe. Ik weet dat verkeer en parkeren op die plek ook weer tot discussies leidt. Een deel van de ondernemers is er blij mee, een ander deel van de ondernemers is er niet blij mee. Maar het is in uitvoering wel een consequentie van het koersdocument dat we met z'n allen, de binnenstad en de gemeenteraad, gezamenlijk hebben vastgesteld. Wat vindt u van een tussentijds gesprek met de bewoners en ondernemers in dat gedeelte van de Grote Straat? Nou, als je met mensen in gesprek gaat, moet je een doel hebben van het gesprek. En moet je ook zeker weten dat je wat wilt gaan doen met de uitkomsten. We hebben gezegd, we gaan deze pilot voor 2 jaar. Na de tijd gaan we evalueren. En in die evaluatie betrekken we de inwoners. En dat gaat leiden tot een besluit of we deze proef voortzetten. Dus dat vanaf dan altijd het verkeer is toegestaan. Of dat we misschien toch nog aanpassingen gaan doen of teruggaan. Mocht het in de tussentijd zo zijn dat er ontwikkelingen zijn die onverwacht zijn, die niemand heeft voorzien. Weet je, dan gaan we altijd in gesprek. De ambtenaar voor de middenstand die loopt er regelmatig rond. Die spreekt regelmatig met de ondernemers. Dus de gesprekken zijn er altijd en de contacten zijn er altijd. En ik ben altijd bereid om te praten, want het zou dom zijn als je dat niet doet.